is vandaag dinsdag. Ik ga nu naar school en ik moet opschieten, want ik ben nou eigenlijk alweer veel te laat. Maar ja, goed. Oh, ik weet niet hoe het kan, maar ik kom gewoon altijd te laat. Ik sta gewoon te laat op of zo. I don't know. Ik kan ook gewoon niet slapen 's nachts. Misschien komt het daardoor. Ik had eventjes tussenuurtje, anderhalf uur, dus we gaan even lekker naar de stad. Met mijn chapjes. Ik ga nu naar Specsavers, want deze chap moet zijn bril ophalen. Zeker schoenen, hè? Oh, schoenen. Bij de Specsavers. Ja, ik laat het even allemaal gaan. Ik heb die nieuwe GC's gekocht. Ja. Echt waar. Die wou ik zo fucking graag. En hij krijgt weer die mail dat hij ze op mag halen. Godverdomme. Hier, op jouw schoen. Zo, hup. Hey, bakken. Wij zijn weer onderweg naar sporten. Hè, Jenny? Ja, zeker. Woody. En ik heb even lekker haar laten fietsen. Ik zit niet lekker. Ik val er bijna af, Janice. Je snapt mijn gevoel niet. Steek je hand buiten. Welke kant? Die kant. Ho, Janice, ho! Dat is een fietsenpand. Stop maar, ik stap hier weer af. We gaan ons weer omkleden in de toilet. Oh mijn god, het viel bijna door dicht. Oké, we zijn weer aangekomen bij ons sportmiddagje. Geweldig. Hier hebben wij zoveel zin in. Woehoe! Kijk eens. Wow, kijk hem uit. Jongens, waar zijn we? Wat is dit? My god. Oké, ik ben onderweg naar mijn nagels. Het regent hier. Het is echt shit weer. Maar ja, het moet er maar mee door, want we willen normale nagels. Dat is ook altijd leuk als je bijna aan wordt gereden. Top hoor. Ik was even gaan douchen. Ik kwam terug uit de regen. Dat was het, ja. Het regende. Ik was aan het fietsen naar nagels. Het regende. Ik moest naar de supermarkt. Blablabla. Maar hoe mooi zijn mijn nagels? Ah, weer helemaal verliefd op mijn nagels. Normaal heb ik van die vieze stompjes. Nog goed nieuws. Want ik ben al... Oh ja. Ik zat mijn vlog te bewerken en ik zag alleen maar eten. Eten. Dus vanaf nu... Of ja, vanaf gisteren ben ik dus op de Godzonde Toeren. En dit staat dus al vanaf zondag of zaterdag op mijn kamer. Nou, mensen. Ik heb er vanaf gisteren niet meer van gegeten. Als ik deze week volhoud, wat echt een record is voor mij. Want ik heb gewoon duizenden pogingen tot lijnen. En gewoon iedereen die me al een beetje kent, weet dat ik het altijd over lijnen heb. En weet je wat het is? Het komt er nooit van. Dus ik weet niet waar al mijn lijnverhalen altijd vandaan komen. Maar het is nog nooit gewerkt. Ik had even voor mezelf bedacht dat ik lekker om 7:30 op ging staan. Dat ik lekker gezond ging eten en zo deze ochtend. Alleen is het nu alweer 8:00. Ik lig nog steeds in bed. Ik weet echt even niet wat ik met mijn leven aan het doen ben. Ik snap er echt even niks van. Ik heb huiswerk van hier tot Tokio voor vandaag. Helemaal niet gemaakt. Ik laat het even gaan, denk ik. Ja hoor, het is weer zover. We hebben weer lekker helemaal geen reet te doen. Dus ik ga denk ik maar even film kijken of zo. I don't know wat ik anders moet gaan doen met mijn leven. Ik moet ook nog kleren gaan bestellen voor Junior Song Festival voor aan te doen. Want ik wil eigenlijk echt even iets nieuws. Vind ik leuk. Tall Girl. Die heb ik ook nog niet gezien. Die lijkt me leuk. Oh, wat een knappe jongen. Jezus Christus. Komt die dan weer vandaan? Waarom bestel ik die dan niet eerder? Ik weet echt al 100.000 jaar dat ik hierheen moet. Ik laat het los. Ik ga mijn film kijken. Ik heb trouwens net soep gegeten, dames en heren, als mijn maar. Ik blijf echt tussen mijn tanden zitten. Het lijkt wel een slagveld. Maar ik mis wel een beetje de uitleg van jou. Doet je goed, hè? Hoe die kan een chefkanaal beginnen. Voetvlog. Oké, ik heb me even gedoucht. Maar ik had iets gevonden op internet. Dat als je tandpasta op je lippen doet, dat het dan dikker wordt. Dus ik ga het even uitproberen. Op. Zo vies. Ik
Oké, het zit nu 6 minuten. Ik weet niet of ik hier echt heel erg blij van word. Ze lijken wel een stuk dikker. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik zweer het, als er op internet staat dat als je stront op je haar smeert, dat je haar dan langer wordt. Ik zweer het, ik geloof het. Yo. Dat was echt wat gedaan heeft. Nee, ik heb 10 minuten met tandpasta op mijn mond gezeten voor helemaal niks. Goed, is er moe van. Heb je Jane? Ik heb een jas gekregen. Oh. En ik had zwart of deze. Als je echt een longrij. Laat ons een reactie weten met het ruimteam. Doei! Doei! Oké, ik wilde net mijn koffer in gaan pakken. Maar ik besefte dat ik helemaal geen kleren heb om in te pakken. Want ik heb niks besteld. Dus ik moet eventjes gaan kijken wat ik nou aan ga doen. Het is niet dat ik geen keuze heb hier, want ik heb wel keuze. Kijk maar, mensen. Niet dat jullie denken dat ik een of andere zwerver ben. Ah, ik kon alles maar niks naar mijn zin vinden. En toen dacht ik, nou, doe ik morgen wel. En toen was het opeens donderdag. Dus ik hoop dat het ergens tot 11 uur verzending is. Dat ik het even bij mijn tante af kan laten gooien. Want anders moet ik iets hier uitkiezen. Is ook niet erg, maar ik had gewoon gratis nieuws gehuld. En ja, hier in dat weer, ja, sorry, ligt geen één winkel. Ja, sinds kort de H&M, maar dat vind ik nou ook echt niet een werelduitvinding of zo. Dus ja, ik moet het denk ik even doen met wat ik heb. Dus ik ga zo eventjes mijn kast plunderen en even bekijken wat ik aan kan. Goedemorgen mensen, het is weer 8 uur. Het is eigenlijk meer dat ik gewoon wakker werd. Ik dacht echt van, oh yes, ik ben er lekker om 7:30 opgestaan. Kijk, op mijn telefoon was het 8 uur. En toen dacht ik echt, oh kut. Misschien ga ik me afmelden voor het eerste uur. I don't know. Even kijken wat mama zegt. Ik heb echt geen zin in school. Oké, ik heb gefixt dat ik het eerste uur niet hoef. Dus kan ik even lekker eerste uur tot gewoon tot 9:45. Het is nu 8 uur. Ik hoef lekker om 9:45 op school te zijn. Super chill. En ik heb lekker een dikke puist hier. Hoe is het mogelijk? Echt waar, ik zweer het. Hoe is het mogelijk? Jongens, we zijn in Apeldoorn. Wat is dit nou weer? Jongens, we zijn in Apeldoorn. En we gaan bij Net slapen. En hebben heel veel zin in. En morgen is de finale van... Matje! Goed zo! Au! En we gaan zo naar de Mac. Oh my god, zo zin in. Zo shit voor mijn lijnen. Maar ja, het is echt lekker. Dus ja. Oké, we gaan Super Mario Party kopen. Oh, we zijn de Switch aan het doen en het is zo leuk. Oh my god. We hebben net Mario Kart gedaan, maar... De roelie is niet zo goed. Oh my god, dit deden we vroeger altijd. Ja. Dit moeten we hebben. Wil je deze alsjeblieft kopen? Ik weet het niet. Dat gaat mijn geld. Wilde wateren. Ik zie ons daar al helemaal zo zitten. Ja, zwaar verslaafd. Was dat zo wel? Kijk eens zo, je pakt zo. Dit is voor mijn YouTube, hè? Hallo mensen, ik ben verslaafd aan Super Mario Party. Ik zie ons daar gewoon daar midden in de nacht daar gewoon zo. Ja, dat kan echt niet, want deze puist wordt als meer. Deze puist kan mijn vrienden maken. Dat is niet de bedoeling. Oh ja, hebben jullie tips voor puisten? Want ik heb dit nog nooit gehad. Zo erg. Het is echt heftig. Kijk. Ik krijg ze ook niet uit. Het lijkt alsof er... Wat is dit nou weer midden in mijn vlog? Jij lijkt zoveel op Matje, oh my god. Maar ja, dit is dus... Oh mijn god, stel dan dat ik een vlog opneem, pimpelpopper. Jij bent weet, zeker weten van wel. Oh my god. Oh, nog 1 minuut. Oh my god, dit is insane. Oh my god, hij doet het. Oh my god. Ricky, een nieuw tijdperk is aangebroken letterlijk. Goedemorgen, het is 9:15. Het is 9:15 en we zijn aan het vloggen. En dit is het allerergste ooit in mijn leven. Ik heb wel mijn kortje bij.
Miauw, miauw, miauw. We zijn in onze pyjama op straat aan het lopen. Die is al wat schreeuw gek. Oh, wat is het koud. Ja. Ja. Nee. Oké, jongens, we zijn onderweg naar het Junior Song Festival, want vandaag is eindelijk de finale. Oh mijn god, we zijn allemaal zo zenuwachtig. Dat is echt niet meer te doen. Oké, het regent opeens super hard. En ons haar. Als dat nat wordt, gaat het echt zo worden. Dus het moet echt stoppen met regenen, want anders hebben wij een big, big, big probleem. Lekker kroes. Ik ben zo zenuwachtig. Jij, mam? Ja. Jij, Jane? Ben je er zenuwachtig voor? Nou, ik denk het wel. Oh, kijk eens jongens, waar het gaat regen. Het was net gewoon droog. Super vreemd. Het is super leuks laten maken, want we hebben, het staat hier niet hoeveel. Ik ga het even pakken. We hebben borden laten maken. Ja, ik weet niet of ik het kan laten zien. Hè. Kom. Oh, maken. En we hebben stickers, hè, man. Maar ze plakken niet. Oké, mensen. Ik ga jullie even wegdouwen. Ik ga even lekker muziek luisteren. Ik ga even zen worden. Met deze lieve, knappe poes. Oké, jongens, we zijn er. We hebben net generale doorloop gehad. En het ging echt super goed. We zijn echt, of ja, ik praat als in meervoud. Ik ben echt super zenuwachtig, want gewoon zenuwachtig. En ik heb even mijn haar op knot gedaan, want als ik de hele dag langer mijn haar los heb, dan is het binnen no time vet. Dus dan weten jullie dat even. En het is al zo fucking druk. Oh mijn god. Het is echt niet normaal. En er zijn best wel veel mensen van Matje. En mijn puist is nog steeds zichtbaar. Oh my god. Maar ja. Komt allemaal goed. Oh, we hebben zo zin. Ik heb ook heel erg honger. Ja, ik kan hier nu even niks aan eten. Dus ja. Oké, wie gaat er winnen, Jim? Wie gaat er winnen? Wat is dat voor domme vraag? Mathieu! Jee! Mag ik hem even vasthouden, please? Nee. Wat nee? Het lijf van een zus, van het broertje die gewonnen heeft. Joejoe. Oh, mama valt iets. Dit is echt insane. Oh. Oh, lekker naar de Mac. Heerlijk. Ik ga lekker een groot voordeel nu nemen. Oh mijn god, ik heb zo meer mensen. Het is abnormaal. Deze dag was nog spannender dan mijn diploma-uitreiking. Ik zweer het jullie. Knappe kind. Knappe kind. We gaan nu naar de Donald. Oh my god. Daar is de M. Oké, wij gaan even lekker bikken. Ik heb dit zwaar verdiend. Doei.
Oké, jongens, goedemorgen. Ik ga nu onderweg naar Weert. U kan trouwens wel aanrijden hoor, dat kan gewoon. Mijn opa brengt me eventjes, want mijn zusje is ziek, dus mijn moeder kan me even niet brengen. Het is denk ik 4 uur. Het was gisteren echt mega indruk. Het was opeens zo'n... Ja, ik kan het even niet uitleggen. Het was echt super gaaf. Hij heeft tegenwoordig straks gewoon Nederland. Bij het Unison Festival in Polen. Dus hoe vet is dat? En ik ga nu dus naar de kermis, want mijn oom en mijn tante staan daar. En mijn andere oom en tante dus. Dus dan ga ik even langs en dan ga ik eventjes lekker buurten. Want die mensen zie ik bijna allemaal nooit. Dus dat ga ik even doen. Tot zo. Weer lekker herenigd met mijn bestie. Ja. Ik trek het ook gewoon niet meer. Ik ook niet meer. Ik moet even na gisteren. Ja. Moet even bijkomen. En bijkomen. Ja. Ik ook. Mijn favorite dart. Ja. Kijk maar eens. Oh, die jump. Ik heb het nog nooit gedaan. Grapje. Dat was echt een grapje. Oké, wat gaan we doen op de vlog? Ja, ik weet niet. We moeten even wat drinken. Ja. Maar wat? Ja. Ik kan wel even mijn outfit filmen. Jij ja, je schaamde je. Hi. Ik zag dat. Ja, dat is spannend. Dat is de outfit van Rosan. Dit is mijn outfit. Ik vind dat ik er heel leuk uitzie vandaag. Ik hou ervan. Ik zie er eigenlijk altijd leuk uit. Ah! Ja, sorry, maar anders doe je het er niet aan als je het niet leuk vindt. Ja, het is wat het is. Helaas. Jongens, ik ben in het achter dat mijn kleine lieve neef ook een account heeft waar hij vlogt. Zeg maar, hoe je heet, zeg maar. Pascal de Porter. En je staat op Mathieu de Potter, hè? Ja. Even allemaal abonneren op mijn kleine neefje. Ja. Yeah. Je dus nergens zitten. Nee. Bah. 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 De roeie gaat even mijn derde gat. Au. Auw. Auw. Hij zit er mee. Echt pijn. Oké. Okay. Ik en mijn vrienden, nichtje en beste vriendin, maakt niet uit, hebben besloten dat we even lekker een wijntje gaan doen. Dat gaan we doen. Technoparty is vanavond. Leuk. Waar, hier? Ja. Zullen we op stap gaan? Daar ben jij. Technoparty. Oh, leuk. Zullen we dat doen? Zullen we ons allebei afmelden voor school? Ja, dat kan wel. Of gewoon voor de eerste 2 uur of zo, weet je wel. Kijk de leraar dan. Ja, hoi. Lekker buiten met de meid. Lekker buiten benen. Benen. Lekker buiten regen. Dat zijn de spleetjes, die moeten gewoon even dicht. Kan ik alsjeblieft naar binnen? Het is echt die... Nee, we zitten lekker buiten. Rosanna, kan je kijken? Lekker buitenbenen. Buitenbenen. Oh my god. Oh my god. Oh my god. We moeten weg hier. We moeten verplaatsen. Jongens, hey, aankijken. Weet je waarom we dit en dit krijgen? Ja, dat weet ik niet. We gaan naar wijnglas. Ik ook. Ja, ik vind het veel leuk voor mijn Insta. Ook. Ja, het drinkt wat. Ja, zoals... Oh, hier tegenover. Kijk, hier tegenover. Lekker pizza. Ja. Gaan we zo overheen. Lekker pizzetje nemen. Hallee. Zit je lekker op het terras met je vriendin? Hoe vaak zien we elkaar, Rosan? Nooit. Nooit. Zie je elkaar nooit. Zitten we hier met 2 wijntjes in een plastic bekertje. Zitten we in de regen. Binnen mogen we niet, want ze zijn alles klaar en maken voor de technoparty. Ik wou echt dat ik zo wat kreeg in mijn leven. We zien elkaar nooit. En als we elkaar zien, dan regent het. Ja, altijd. Weet je wat dat betekent? Jij? Ik denk dat het geen goed iets is. Dit vind ik ook niet zo goed in het plastic bekertje. Dat ook niet. Heel vreemd. Zo? Nee. Nee. Oké, jongens, ik was naar de kermis geweest en mijn opa is er weer. En ik sluit bij deze ook even mijn vlog af. Ik zie jullie volgende week.